Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag 11 juni en het is nu rond 11:30. Ik heb zo meteen afgesproken met Kiara. Kiara komt naar mij toe. Want dan gaan we lekker koekjes bakken en muffins maken en taart maken. En gewoon lekker heel veel bakken vandaag. Daar heb ik super veel zin in. Deze vlog is trouwens van dinsdag, woensdag en donderdag. En dan vanaf vrijdag... Ik zit niet meer in deze vlog, maar dat komt later online op mijn kanaal, want dan komen de vakantievlogs er weer aan. Yes, daar heb ik super veel zin in om die voor jullie te gaan maken. Dus dan weet ik niet of dat nou iedere dag een vlog wordt, zeg maar, van die vakantie. Of echt 2 dagen in 1 vlog of weekvlog, zeg maar 2 weekvlogs. Dan moet ik even kijken hoe en wat. Maar ik heb er in ieder geval super veel zin in om die voor jullie te gaan maken. Dus ik ga nu even nog een vlogje kijken van Nienke en dan komt Kiara en dan... Ja, hey, Kiara is er en ik laat jullie even mijn outfit van vandaag zien. Deze trui van de H&M, broek, Bershka en mijn nieuwe shoes met hele mooie sokken. En hier liggen trouwens die andere, maar die kun je allemaal zien in de shopblog. Ik heb ook nog deze shoes gekocht. Namelijk deze palta's en zo. Oh, en wat ik niet in de shopblog heb laten zien is deze hele coole bril die ik heb gekocht. Dus, hey Kiara. Lang leven de Uber Eats app. Wij hebben Mackie. Lalidadida. We hebben 1, 2, 3 tassen. Kiara, heb je wat daarover te zeggen? Nee. 3 tassen, guys. Absurd. Oeh. Love it, we gaan het lekker eten. Oh, krijg je het open. Hier zit deze in. Ik weet niet wat dit is. Een kindermenu. Onder kindermenu. Wat hebben we allemaal? Oeh. Ja, ik heb een croquette erbij besteld. Oeh, precies wat ik lekker vind. Danoontje. Oké, we gaan lekker eten, guys. Eet smakelijk, jaar. Oké, we gaan dus nu bakken. Welkom bij de bak met Kiara en Jamie show. Muffins maken en we gaan brownies. En ik ga er ze oven voor verwarmen. Deze moet op. Hoeveel? Kijken waar dat staat. Hoeveel? 180. 180 graden, hè? Helemaal leuk. Ik ga een bak even. Wat? Bakspullen. Bakspullen. Oh, een bak. Over here. De bakken er over here. We zijn totaal niet goed voorbereid voor de Jamie en Kiara bakken. Ik doe maar 2. Alsjeblieft. We zijn totaal niet goed voorbereid voor de bakshow met Kiara en Jamie. Dus, de cookies en zo, en je hebt nu ook dat gekke ding nodig, toch? Deze. Yes. En een close-up van de bak. Ziet er goed uit. Hey, de boter is lekker aan het. Kiara, is dit de bedoeling of is dit te veel? Nee, is goed. We moeten ook in de koekjes deeg doen. De koekjes. Nou, mag jij we hebben, mee, we hebben deze guys. We hebben deze guys. En we zijn ondertussen hier lekker live. Want we gaan op Instagram. En zo ziet die brownie met cookie dough eruit. En ik heb net een beslag gedaan. En Kiara is het weer in de kommetjes aan het doen. Lekker bezig, ouwe. Hey. Ouwe. Muffin, ouwe. Helemaal leuk. Dus, en er zitten allemaal chocoladespikkels in. Ga je dat opeten, Kiara? Ja, alles voor volwassenen. Nee, niet alles voor jou, alles voor mij. Kijk, mooie presentatie. Jut en Jill zijn weer onderweg. We gaan boodschappen doen. Want mijn moeder had avondeten nodig. Soepje met stokbrood en kruidboter. Helemaal top. Dus we lopen voor de 2e keer vandaag. Lopen we naar de... Co-op. Co-op. Om lekker te eten te halen en zo. Hoe vinden jullie trouwens mijn nieuwe bril? Helemaal geweldig. Kijk, we matchen eigenlijk een beetje. We hebben alle mijn bril op. En onze Nike's zijn hetzelfde, maar dan een soort van andere kleur. Dus dat. En het is zo lekker weer, jongens. En vrijdag ga ik op WK, dus dan is het ook lekker weer. Dan is het ongeveer 32 graden. Dus daar heb ik super veel zin in. Hey.
Als Jamie als zwerver eruit ziet. Armoedig. Met de co-op tas. Lekker armoedig. Maar wel mooie schoenen. Nee, toch nog iets goeds gedaan in het leven. Stop even met filmen! Oké, Kiara is naar huis en ik ga lekker naar boven. Ik ga eventjes wat dingetjes opruimen in mijn kamer. En ik ben heel erg donker. Bijvoorbeeld deze schoenen wilde ik aan Kiara laten zien. Dus dat heb ik gedaan vandaag. En morgen wordt ook een hele leuke dag. Wow. Want dan heb ik afgesproken met Lois. Dan gaan we lekker nog een hapje eten. Bij Pavarotti in Delft. Dus daar heb ik super veel zin in. En gewoon lekker even nog dingetjes kopen voor de VK. Ja, eigenlijk dat een beetje. Waarom sta ik stil eigenlijk op de trap? Ik snap dat niet. Dus ik ga nu lekker eventjes mijn bed in. Nou, niet mijn bed in. Ik ga even wat dansjes maken. Dit is een mooie enkel. Tada, daar ben ik weer. En ja, ik ben hier in mijn kamer. En dan ga ik lekker even deze huppen. Twisten en zo. Hele goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Het is woensdag 12 juni. Het is nu 2:15. Lois komt er zo meteen aan. En dan gaan we lekker naar de stad. Daar heb ik super veel zin in. En we gaan ook nog een hapje eten vanavond. En ik heb ook vandaag te horen gekregen dat 3 mensen van mijn werk zijn geslaagd. Dus gefeliciteerd. Ja, dit is wat ik aan heb. I'm always helemaal in the black. Alleen, mijn schoenen niet. Het is vandaag ook echt KUT weer. Het regent echt al de hele dag. Maar ja, zoveel zin heb ik dus ook weer in de vakantie. Dat ik echt denk, ja, over een paar dagen zit ik lekker met mijn drankje op het strand. En dan spring ik. Laat maar, oké? Laat maar. Maar goed, ik ga jullie meenemen. Loos is er zo. En dan neem ik jullie mee. Oké, ik loop nu in de parkeergarage. En ik ben met mijn grote vriendinnetje Lois. Wat zie je er weer kleurrijk uit vandaag? Met je leuke truitje. Ja. En ik met mijn all black, on black, on black en white. En mijn tijgernelly tas. En je tijgernelly. En zelfs mijn tasje is zwart. Nou, helemaal feest. We gaan nu... Zijken? Oh ja, same. Hallo, ga je nog wel? Oké! Gaan we met de trap? We gaan met de lift. Oh, de lift is er al. Oké. Look at this beauty. Lieve schat? Nul. Ja, dat drukte ik op, maar hij ging niet dicht. Hij ging niet dicht. Model Lois is in the house. Het valt inderdaad wel mee hoe oranje ik ben. Ja, toch? Ja. Lookje of the day. Ik hoop dat we het scherp stellen. En ja. We zijn er! Yes, dus ik neem je mee. We hebben weer geshopt bij de H&M. Oké, ik heb geshopt bij de H&M. En Lois wil een flared jeans. Maar dat staat mij dus niet, denk ik. Ik krijg echt zo'n dikke kut van. Een dikke koet. Een dikke koet. Een koet. Geen kut. Een koet. Het ziet eruit als een mislukte Teletubby. Oh, Romeo of zo. Nou, die hangen hier, vriendin. Oh, kijk dit. Als je deze maan neemt. Nee, daar ben ik wel aan. Oké, ga lekker. Lois gaat lekker een flare jeans passen. En de muziek is hier echt dope, man. Mag ik het dan filmen? Kijk, Lo. Lo. Lois, kom eens. Kijk, kijk, kijk. Wacht, komt ie. Dansen. Maar het staat wel leuk. Twerk, 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 twerk. Staat wel leuk, Lo. Oké, inmiddels is het alweer een paar uur later. Ik sta nu in een wc. Niet letterlijk in de wc, maar gewoon in een wc-hoekje. En ik ga nu naar buiten. En we zijn net naar een boekenwinkel geweest. En ik heb 3 nieuwe boeken gekocht voor mijn vakantie. Het boek van Queen of Jetlags. Diana en Jamie Lee. Die ga ik allemaal lezen. En dan heb ik ook nog een maskertje gekocht. Want dan ga ik lekker in het hotel. Met een maskertje op mijn gezicht. Oortjes in. En het boek lezen. Dus ik ga nu lekker weer naar Lois. En dan zie ik jullie zo weer. Komt
Oh, oké. Okay. Don't call me up. I'm going out tonight. Feeling good night, out of my life. We'll talk about us. Nee, hier. Lying down, I think it up. Being all in high, when alone, out of my mind. Drink a soft, soft. Zo, dan kom je aan. Hey, hey, hey. En we zitten weer in de auto. We gaan lekker eten bij Pavarotti. Ik heb er super veel zin in en zo. Het is nu 10 over half 7. En we gaan nu lekker rijden. Lekker muziekje op. En go with the flow. With ga maar kijken hoe het dans. Nee, dat doen we maar niet. Want het is teringval. Oké, laat kut. We hebben inmiddels een parkeerplekje gevonden na 3 uur rijden. En hoe was het, Lo? 3 uur hebben we gereden voor een parkeerplek. We hebben er één gevonden. We hebben, ik denk, 5 minuten geschopt. Vijf minuten overdreven en zo met 3 uur. Weet je, al die YouTubers overdrijven altijd een beetje. En ik ben de grootste YouTuber. Nee, grapje. Maar ik ben een overdrijver in YouTube-land. Dat klonk niet echt goed. Nee, dat klonk niet. We gaan lekker eten. We hebben Pavarotti. Ik heb er zin in. En we, daarna gaan we nog lekker een. Hoe noemen we dat nou? Een pizza Nutella meenemen. Nee. Alleen Lobus mag dus geen Nutella. Dus we willen graag een pizza zonder Nutella. Dus dan heb je geen pizza Nutella, maar gewoon deeg in je bekkie. Hey. Pizza Margarita. Hoppa. En we gaan lekker eten. En ik spreek jullie zo weer. Ik film zo meteen wel even het eten en zo. Want dat doet een vlogger, hè? Het filmen van het eten. We zitten weer in de auto en Lois is agressief, want we hebben zojuist een boete gehad van het verkeerd parkeren. Terwijl we rustig de Parkmobile app hadden gebruikt. Godverdomme, €90,50. Maar dat slaat toch nergens op, Lo? Kijk, er staat hier, als u het niet eens bent met de naheffing, kunt u direct bezwaar maken bij viaparkerendelft.com/bezwaar of bij de Infonet. Wat is Infonet? Niet ik veel, maar kijk, er klopt geen fuck van, want ik heb gewoon betaald, hoor. Dan moet je dat, maak daar een screenshot van. En dan, ja, daar heb je gewoon voor betaald. Fuck Delft, man, rot op. Hey, Lois is inmiddels weg. En ik heb natuurlijk vandaag ook wat hele leuke dingetjes gekocht in de stad. Een hele tas weer vol van de Hennis en Maurits. En ik heb ook nog 3 hele leuke YouTuber boeken gekocht. Dus ik wil het jullie even laten zien. En ja, dat ga ik jullie gelijk eventjes laten zien. Oké, laten we beginnen met 3 boeken die ik heb gekocht. Ik wil trouwens deze vakantie meer gaan lezen en minder op mijn telefoon. Dus ik heb een aantal leuke boeken gekocht. En namelijk als eerst dit boek van Diana. Namelijk het boek Offline. En dat is heel toepasselijk, want dan ga ik eventjes op vakantie offline. En er zijn allemaal leuke dingetjes in die je kan doen offline. Ik zeg zo vaak in één zin offline dat het gewoon eng wordt. Dan heb ik Sexy Battalion, Sexy gekocht van Jamie Lee. En ik heb hier heel veel verhalen over gehoord. En ik vind het echt een heel erg leuk boek. Dus ik ga deze lekker lezen. Dan heb ik als laatste het boek van Queen of Jetlags gekocht van Noor de Groot. Heel mooi vormgegeven. Kijk deze hele coole leuke foto. En daar staan ook echt letterlijk ook allemaal foto's in. Oh, kijk nou, cute. Met allemaal, foto's, hoe je foto's kan bewerken mooier en zo. En dan slaap ik in een hotel. Ga ik lekker dit maskertje dan opdoen van Simple. En dit is De-Stress Sheet Mask met aloe vera en multivitamine. En dit is zeg maar zo'n masker die je eigenlijk niet meer opdoet smeren, maar er zit zeg maar zo'n maskertje in, zeg maar. Dus die heb ik gekocht. Jullie kunnen hier nu het aanbeeld gaan zien van deze top. En op de achterkant staat ook heel groot Miami Vice. Superleuk. En deze was
Maar liefst... Och, hou je. Het ziet er naar uit, want je geen oom... En deze was maar liefst 15 euro dit shirt. Dus die gaat in de tas voor de vakantie. Dan heb ik nog een leuk blouseje gekocht. Een groene blouse met allemaal ja, bloemetjes erop. Superleuk. Dus die gaat ook mee de tas in. Dan heb ik nog een... rode blouse gekocht. Die vond ik heel erg leuk. Leuk tropical blouse met een papegaai erop. Superleuk. Die gaat ook in de tas. En dan als laatste heb ik een korte broek gekocht. Deze eigenlijk best wel een leuke broek. Ja, echt een super toffe broek. Dit is alles wat ik heb gekocht. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. En het is de laatste dag van deze weekvlog. Ik ga vandaag best wel veel dingen doen. Er staan best wel veel dingen op de planning. Ik ga zo meteen naar beneden, want de kapper is er. Dan moet ik mijn koffer in gaan pakken. Dan moet ik mijn kamer op gaan ruimen. Dan moet ik mijn bed verschonen. Dan moet ik echt letterlijk alles nog doen, zeg maar. Voordat ik echt weg kan op vakantie. Maar ik heb er wel zoveel zin in dat het me allemaal wel gaat lukken. Ik ga nu naar beneden om dit haar, zeg maar, niet zelf eraf te knippen, maar de kapper. Dit is het laatste shot wat jullie zien met dit haar. En dan zien jullie nu het eindresultaat. En dit is de after. Het is super kort weer hier. Kijk aan de zijkanten. Gewoon weer hoe ik het had als hiervoor. Zeg maar toen het nog niet zo lang was. Maar nu is het tijd voor mij om mijn tas in te gaan pakken voor morgen. Dan heb ik dat gedaan. Ik moet ook een aparte tas meenemen voor het hotel waar ik ga slapen. Dus dat ga ik nu even doen. Dan ga ik deze teringzooi allemaal even opruimen. En dan neem ik jullie mee, dus laat het schoonmaken slash koffer inpakken avontuur beginnen. En vandaag moet ook mijn handstatiefje binnen. Dus dan kan ik mijn hand zeg maar op dat statief zetten. En dan kan ik hem gewoon neerzetten voor leuke beelden en zo. Oké, inmiddels zijn we alweer een paar uur verder. De koffers zijn ingepakt. Ik zit nu lekker met een colaatje op de bank ga ik ploffen. Wow, ik moet mijn mobiel nog pakken, want die ligt hier op tafel. Het is nu trouwens 6:10. En alles is gedaan eigenlijk wat ik moest doen. Ik wacht nu nog op een pakketje van de PostNL, zeg maar, van bol.com. Want ik had daar een soort van handstatiefje besteld voor gewoon om dadelijk een keer de camera neer te zetten zonder dat het allemaal zand in mijn camera komt. En dat vind ik ook wel handig om gewoon zo'n handstatiefje te hebben. Ja, ik heb eigenlijk mijn reisoutfit al aan. All black, all black, all black. En wow, zie ik daar skin? Dus daar ga ik nu op wachten. En ja, ik weet eigenlijk niet wat ik heel veel moet vertellen. Ik zal zometeen wel even die statiefje unboxen. Dat ga ik wel doen. Dus dat zie je nu. De deurbel ging dus net en mijn pakketje is er. Dus die gaan we lekker openmaken. En dit is altijd echt zo'n klus dat je echt denkt, hoe dan? Hè? Dat je echt denkt, hoe dan? Oh, zo. Haha. Oeh. Oh my god, jongens. I got my handstatiefje. Ik heb er weer één. Deze is van het merk Manfrotto. En deze heb ik gekocht voor 22 euro. En ik ga er best wel lang mee doen. En jullie gaan nu zien hoe die eigenlijk staat op mijn camera. Oké, zo ziet dus de tripod eruit. Het is van het merk Manfrotto, maar dat had ik al gezegd. Ik heb trouwens de Canon G7X Mark II. Daar krijg ik ook heel vaak de vraag over van welke camera heb je nou? Zo uitklappen, maar je kan hem dan bijvoorbeeld ook gewoon weer dicht doen. En dan kan je hem gewoon zo vasthouden. Ik vind hem heel tof. Ja, love it. Inmiddels is het alweer een paar uur later. En ik heb net lekker gegeten. Ik ga bij deze, de allerlaatste weekvlog die jullie gaan zien. Eventjes afsluiten. Ik weet niet wanneer de vakantievlogs beginnen. Als ik terug ben of misschien als ik daar nog ben. Ik wil zo min mogelijk editen. Op mijn vakantie en vooral lekker genieten. Maar ik ga natuurlijk wel vastleggen voor jullie. Maar misschien heb ik zoiets van, ik wil nu die vakantievlogs online gooien.
Dus ik moet maar even kijken. Hou mijn social media er zeker even in de gaten voor updates. Volg me nog niet op Instagram. Dan zal nu de naam van mijn Instagram in de beeld komen ergens. En dan zie ik jullie in de vakantievlogs gemaakt op Italië. En dan zie ik jullie dan. Nou, later guys. Joehoe.